SBS6 is op zoek naar de allerbeste oliebollenbakker van Nederland. Wie onder andere de oliebollen van de amateurbakkers gaat beoordelen, is tv-kok Hugo Kennis. En uiteraard ben ik benieuwd waar hij op gaat letten. Hugo, toch misstaat jou dit niet? Zo'n gezellig kerststalletje. Ik ben er weer helemaal thuis. Nou, hou ik van krap. Maar dit is wel erg krap allemaal. Hè? Nee, dit doen we knus. Dit is knus. En waar moet nou een perfecte oliebol aan voldoen, wat jou betreft? Nou, het gekke is, een oliebol moet voor mij niet te vet zijn. Oké. Ik ga letten op de structuur. Mm-hmm. En of het deeg mooi gerezen is, dat je wel mooie luchtigheid hebt, maar niet hele grote bellen. Klein krokantje. Dus mag ook wel. Ja, binnenkant lekker zacht. Ja, en natuurlijk de verrassende smaak. Proost op de perfecte oliebol. Op de oliebol. Ja. En willen jullie nou weten welke oliebol het beste in de smaak valt bij jurylid Hugo? Kijk dan op 29 december naar de staatsloterij Beste Oliebollenbakker van Nederland om 9:30 bij SBS6.